De eerste nationale van het minivoetbal ontving Synergie Merelbeke vrijdagavond Opelhaak Drongen. De twee ploegen staan op een gedeelde derde plaats op 4 punten van leider Erwetegem. Merelbeke wilde absoluut de 3 punten thuis houden, want de ambitie is heel duidelijk: eindronde spelen. Merelbeke begint na 3 overwinningen op rij met vertrouwen aan de wedstrijd. Ingels brengt zijn ploeg al na 1,5 minuut wedstrijd op voorsprong. Bij de kampioen is Davy Joan natuurlijk een van de smaakmakers. Vanuit de tweede lijn verdubbelt hij de bonus van zijn ploeg 2-0. Via een schepbal kan Maarten Melkebeke dan milderen tot 2-1. En Drongen tankt daar vertrouwen uit en komt beter in de wedstrijd. Via de Vogelaren krijgt het de kans op de gelijkmaker, maar hij trapt op de paal. Maar via een nieuwe schepcorner brengt Maarten Melkebeke zijn ploeg op gelijke hoogte, 2-2. Merelbeke probeert dan de wedstrijd opnieuw in handen te nemen. Maar met een fraaie poging van op afstand komt een vertimmerd Drongen zelfs op voorsprong, 2-3. Merelbeke schroeft het tempo op en na balverlies van de tegenstander zorgt Gallen voor gevaar. Dus zo redt in zijn typische stijl. Het levert de thuisploeg wel een schepbal op 3-3. De bezoekers uit Drongen krijgen het ook moeilijk met de hoge pressie van Merelbeke. En na een schermutseling voor doel tekent Jacobs de 4-3 aan. Drongen is dan even het noorden kwijt en Merelbeke profiteert. Een scherpe counter via Gallen en de Klerk zorgt ervoor dat Jacobs kersverse papa voor de 5-3 zorgt. Toch geeft Drongen het niet op. Van Parijs vindt Wijkaard schuin voor doel en die werk beheerst af 5-4. En de ploeg van Eddy de Moor speelt nu alles of niets. En via Wijtens is de gelijkmaker heel dichtbij. Merelbeke laat wel zien dat het niet toevallig kampioen werd en straft de risico's van de bezoekers af. Gallen zorgt voor de assist en Wouters maakt het af. 6-4 en dat is ook de eindstand. Ons doel was eigenlijk het spel zo rap mogelijk verleggen en ons baltempo omhoog te doen. Daar kosten ze mee dood doen en tempo omhoog te doen. Dat is ook gebleken de laatste 2 kwartiers. En het was geen makkelijke opdracht. We komen gelijk, we komen voor. Dan kunnen we het niet lang genoeg vasthouden. En dan begin van de 4e periode met een 3-3 gelijkstand. Denk ik dat we de wedstrijd verliezen in 5 minuten tijd. Thank you.